Welkom weer bij 023 Voetbal. In onze rondgang langs de Haarlemse clubs komen we vandaag terecht bij een club die volgend jaar 100 jaar bestaat. Daarom is ook hun voorzitter hier, Aart Laurier. Maar de club die heeft ook al 5 wedstrijden achter elkaar gewonnen en doet behoorlijk mee in de top van de vierde klas. Dus daarom hebben we hier ook hun trainer, Ilias Axis. Wat gaat het worden met deze vereniging? We beginnen natuurlijk met de voorzitter, want volgend jaar 100 jaar, dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat, ja. Ja, daar zijn we sowieso natuurlijk al trots op dat we zo lang overleven. En we gaan er natuurlijk een mooi feest van maken, dat is het idee. Een jaar lang is het idee. We zijn al iets van 25 jaar aan het sparen hiervoor. Serieus. Ieder lid, weinig leden weten dit, maar ik kwam er ook 4, 5 geleden pas achter, terwijl ik al 8 jaar voorzitter ben. Ieder lid spaart €3 per jaar in de kas, zeg maar. Nou, dat brengt dus per jaar zo'n €3.000 op. En, we zitten nu aan een opbrengst van, ik geloof, €35.000 voor het 100 jaar feest. Wat leuk zeg. Heel leuk, hè? Wat een goed initiatief. Ja, lang geleden dus al. Ja. Daar hebben we wat geld voor opzij kunnen leggen dus. En er is nu een commissie bezig met van een man of 15. Die allerlei ideeën aan het ontwikkelen is om dit inhoud te geven. Het enige wat we eigenlijk als bestuur hebben gezegd is van nou, wat wij willen is het hele jaar iets. En dat moet ook culmineren op 7 oktober 2019. In iets groots, maar bedenk vooral zelf wat dat dan moet zijn. Wat leuk joh. God, wat geweldig. En gaat het dan gepaard, Ilias, met een derde klassenschap? Ja, dat was op natuurlijk wel het plan, niet? Ik bedoel, toen ik aangesteld werd, was het plan natuurlijk gewoon een 2-jarig project. Eerste jaar aanhaken bij de top 5 en hopelijk dan in het jubileumjaar stap te maken naar die derde klasse. Dat is eigenlijk het plan. 5 keer achter elkaar winnen, 15 punten. Ja, geweldig. Kan niet meer misgaan, toch? Nou, we moeten natuurlijk altijd een beetje realistisch blijven. En dat predik ik ook wel zeg maar, binnen de groep. We moeten het wedstrijd moeten we het gaan aankijken. En ik heb het ook gewoon ingestoken als een 2-jarig project. Dus ook gewoon qua ontwikkeling. Waarbij het oorspronkelijke plan was eigenlijk dat we het eerste jaar voornamelijk echt op de verdediging zouden gaan focussen. En de tweede helft van het jaar, of het tweede seizoen, zouden we dan naast het verdedigende deel zouden we dan ook nog de aanval eraan koppelen. Het een en ander gaat iets sneller dan verwacht, dus dat is wel mooi om te zien. Ja. Heb jij één bepaald systeem of meerdere? Ja, ik ben wel gewoon een fan van het 4-3-3. Ik ben een Cruijff-fan sowieso. Binnen 4-3-3 heb je verschillende variaties. En, ik opteer nu voor een 4-2-3-1 formatie. Dus ja, een 4-3-3. Maar het past ook gewoon binnen de huisstijl natuurlijk ook van D6, waarbij we gewoon uitgaan ook gewoon gedurende... door de hele jeugd heen dat we 4-3-3 hanteren. En dat betekent ook dat je als vlaggenschip, als D6-1 ook gewoon dat systeem moet hanteren. Maar buiten dat, ik ben er gewoon een fan van 4-3-3. Je zegt dat het sneller gegaan is. Waar komt het succes nu opeens vandaan? Wat is dat? Is dat de spirit in het team? Is dat... Ja, absoluut. Het is denk ik gewoon een combinatie van factoren. Enerzijds, ik kom zelf uit dat team. Ik heb met diverse jongens heb ik ook gewoon samen gevoetbald, dus ik ken ze ook wel goed. Verder weet ik ook gewoon dat de jongens van D6, dat zijn van nature intelligente voetballers, zowel voetbaltactisch als gewoon individueel. Er zijn ook wel jongens die elkaar kennen natuurlijk vanuit de jeugd. Het zijn allemaal jongens die opkomen uit de jeugd, dus het zijn eigenlijk gewoon geen spelers van buitenaf. Ja, dat maakt dat het een hecht team wordt. En als je daar gewoon de juiste tools aanreikt en de juiste filosofie en het over weet te brengen op een manier waarop de jongens zich dat eigen kunnen maken. Ja, dan kunnen daar succes uit voortvloeien. Ja. En wat is je bedoeling? Kampioen of periode? Top 5 dit jaar, Henny. Ja. En welke plaatsen zitten jullie nu? We staan nu op de derde plek. De derde plek? Ja. En 5 wedstrijden achter elkaar winnen? Ja, dat is fijn. En wat gaat er nu gebeuren? Zware ploegen die nog gaan komen? Ja, of, absoluut. Nee, maar voor ons is elke tegenstander is gewoon zwaar. Ja. Het is in die vierde klasse, Jos. Het is, iedereen kan van iedereen winnen, hoor. Ja, we krijgen volgende week terrasvogels. Grasvogels uit op gras. Ja, ja. Dat is een oudsher lastige tegenstander. Waar spelen jullie zelf op? Ook op gras? Nee, kunstgras. Kunstgrasvereniging. Mm. Ja. Kunstgrasvereniging. En dat bevalt? Ja, dat bevalt mij uitstekend. Omdat je dan niet afhankelijk bent van slechte velden. Ik heb in mijn carrière zelf op velden gevoetbald. Nou, dat is niet op de voetbal. Jullie zijn fan van Ajax volgens mij. Die moesten toch een tijd terug tegen Utrecht.
Ja, dat Knollenveld was volgens mij, ja, dat werd als nou, excuus moest, hier en daar. Ik moest gisteren een wedstrijd fluiten bij AFC, maar die heb ik echt afgelast. Dat was één groot Knollenveld, was niet te doen. Nee. Dus ja, het, het is natuurlijk wel zo, het zijn twee totaal verschillende manieren van voetballen, hè? Gras en kunstgras. Absoluut. En jullie zijn altijd in het voordeel, want je bent eraan gewend, je traint erop, je doet er alles op. Ja, maar hier, dat is de positieve kant, absoluut, helemaal mee eens. Dus op het moment dat de grasploeg naar ons toe komt, ja, dan zijn wij in het voordeel omdat wij op dat kunstgras gewoon gewend zijn van jongs af aan eigenlijk. Maar andersom, als je naar een grasveld toe gaat, dus een ploeg die op gras speelt, ja, dan zijn mijn jongens zijn daar gewoon niet aan gewend. En dat vergt gewoon wel even een omschakeling. Ja. Je kan er ook niet op trainen, je kan niet zeggen van nou ja, het liefst zou ik dat doen. Dat je die week ervoor alleen maar op gras ergens traint, maar ja, dat is lastig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, er is nog een veldje waar jullie 100 jaar geleden begonnen zijn. Oh. Daar kun je wel een balletje trappen. Oh, waar is het? Ik weet het niet. Nou, dat stond bij jou in je e-mail van internet, Jas. Ja, oké. Okay. Nou, ga eens even terug naar dat begin, want daar speelde Pim Mollier ook nog een grote rol, hè? Kort daarvoor aan de getentoude gracht bij de school van meester J.C. Vintgus. Okay. Fanatiek voetbal, jullie daar met elkaar. En dat deden ze met een nieuwe bal op het 100 meter verderop gelegen zandveldje, het Kalfje. Okay. Je kent het niet? Je leest het bekend, hoor. Ja, precies. Ik wil nog even toevoegen, jij vroeg aan Ilias zojuist van, goh, waar komt dat nou vandaan? Hè? En ik denk dat wat hij zegt klopt ook wel, maar ik wil er ook wel een veer in Ilias een steken, dat hij het voor elkaar krijgt en met deze jongens, en dat zie ik terug. Ik ben een beetje verstand van voorzitter, van voetballen, maar ik ben maar een voorzitter. Maar wat hij voor elkaar krijgt wel, en dat vind ik wel mooi, is dat die jongens waarvan ik altijd dacht, het zijn wel goede voetballers, maar er zit geen pit in. Weet je, je moet ook, in zo'n vierde klasse zeker, maar ook als het om de derde klasse gaat, je moet strijden. Ja. Het is echt tot het gaatje gaan. En dat heeft hij wel voor elkaar gekregen bij een aantal van die jongens, dat ik denk van, nou, kijk, die liepen altijd met een iets te groot ego, met iets te veel, ik ben zo'n goede voetballer. Ja. Dat doen ze nog steeds, maar nu gaan ze ook tot het gaatje. Ja, dat is wel, dat is knap. Ik denk dat Ilias zijn verdienst is. Een teambuilder. Dat is zonder teambuilder word je nooit kampioen, hoor. Ja, precies. Ik waardeer het compliment, voorzitter. Ja, 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 maar daarom hebben jullie hem ook gewoon verwend. Zeker. Ik ben nou weer voor één seizoen vastgelegd. Dat klopt. Of is dit meteen de basis voor een tweejarig contract? We hebben eens, ja, eigenlijk, we doen altijd één jaar. Ja, dat is, ook bij de dames, hoor. We hebben Don ook zijn contract verlengd. Ja. Bij de dames, daar zijn we natuurlijk ook eigenlijk wel trots op. We zijn best een grote club bij de dames, natuurlijk. Hè. Hoeveel teams hebben jullie? Hoeveel vrouwen teams hebben jullie? 23. 23? Ja. En de dames spelen ook echt hoog, hè. Dat is een landelijke divisie. Die gaan naar Groningen en naar Zeeland en naar weet ik het waar allemaal. Ja, ja, de dames zeggen ook, maar de hele vereniging is groot. Want jullie zijn denk ik de grootste in Haarlem, of niet? Ja, ja, met 1300 spelende leden behoren we wel tot de grootste, ja. Dat wordt misschien, ja, ik denk tot de grootste. Ja, HFC is groot, HBC niet, hè? Net iets minder. Nee, volgens mij is HBC iets kleiner. Ja. Nu is groot niet op zich een doel, hoor. Het is mooi, je hebt er een basis mee natuurlijk, hè. Maar het is niet per se een doel om groot te zijn. Het is ook lastig om groot te zijn, want we zitten altijd met capaciteit te rommelen eigenlijk. Het is zwart, een gigantische planning. Ja, dat merk je zelf ook wel eens als hoofdtrainer zijn. Zeg maar, als je een wedstrijd wil inplannen of als je een training op een ander tijdstip naar een ander tijdstip wil verplaatsen, ja, dat is moeilijk. Dan heb je ook gewoon rekening mee te houden. Het is altijd vol. Ja, zeker in die faciliteiten met betrekking tot de kleedkamers. Ook als je dames en jongens bij elkaar tegelijkertijd te spelen. Dat is een behoorlijk in baan. Ik ben ook trainer van een seniorenteam. En ik werd van de week gebeld door het team uit Geest. Kunnen we jullie wedstrijd van aanstaande zondag kunnen we die omzetten? Want het is carnaval. Uit Geest, carnaval. Ja. We hebben drie spelers. Hij zei, kunnen we niet door de week spelen? Ik zei, hebben jullie enig idee hoe onze velden bezet zijn van zeg maar 10 uur 's ochtends tot 11:00 PM. Ja. Dat is gewoon onmogelijk. Dus, maar dat soort vragen komt gewoon van clubs die daar heel anders over denken dan wij. Ja, maar dat hebben we bij DSS net zo. Ja. Scholen die gebruik maken van de velden overdag. Ja. Nou ja, de training begint om 5:00 alweer. En dat gaat echt tot 10:00 door. En dan
of half elf bij de senioren soms. Voorzitter, u heeft een club die zorgt voor hele leuke uitspattingen. Eén keer per jaar in ieder geval met de quiz. Ja, dat is heel leuk. Ja. Ja. Dat is echt een... Ik heb er iets over gelezen. Het ziet er heel erg interessant uit. Nou, ik ben heel benieuwd hoe je dat allemaal uitgenodigd, Jan. Ja. Nee, dat proberen we. Dat doen we nou 8 jaar op rij. Ik mag dat organiseren. Niet alleen hoor, want ik kan dat helemaal niet alleen. Uh-huh. Daar heb ik 2 companen voor. Jullie kennen ze misschien. Theo van Oessel en Mario de Vries. Uh-huh. En mijn twee vrienden van mij. En we proberen met z'n drieën dat van de grond te trekken. En dat lukt al 8 jaar. Ja. Dat 8 jaar doe je dat al? Ja. Dat is ook leuk met filmpjes en hele leuke vragen. Ja. En wie doet het dit jaar? Wie presenteert? Peter Heerschop komt bij ons langs. Leuk. Ja, leuk hè? Ja. Ja. En daar zijn we natuurlijk reuze trots op dat we die hebben kunnen kunnen binden aan ons, zeg maar. Dus op 6 april, Jan, als je... 6 april, ik zal... We zullen het even opstellen. Nee, echt leuk. Dus Frans, samen een team vormen, Jos. Oh ja, ook dat met Frans lijkt me Stijnman. Wel leuk. Ja, jullie weten alles over de regels, dus... Ja, dan wordt het laat in ieder geval. Ja. Nee, doen de volle bak altijd. Ja, het is vol. Ja, echt 200 man of zo. Ja. Oh, wat team. Leuk. Er moeten wat meer dames komen, dat vinden wij altijd en zo. Wat leed je? Dit jaar ook best wel een stap ingezet, toch ook? Ja, dit jaar... Samenwerking met dames hier. Ja. Hmm. Ja, dat proberen we natuurlijk wel. Het is, je merkt wel in zo'n vereniging dat dames erbij, dat is, ja, is komt wel te goed aan de sfeer. Ja. Hè? Ja. En, Ilias, doe je ook mee? Ik ga dit jaar zeker meedoen. Ja? Niet absoluut. Dat is leuk, zijn we tegenstanders. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, deze mooie feest altijd. Vraag, wat is de Paul Sprengersbokaal? Wanneer wordt die uitgereikt en wat is de intentie daarvan? De Paul Sprengersbokaal wordt 1 keer per jaar uitgereikt aan het begin van het seizoen. Waarbij alle teams zeg maar, punten kunnen verzamelen. We hebben iets van 96 teams. En die afhankelijk van de winst, verlies, gelijkspel en uitslag. De doelpunten, krijg je punten. Nou ja, het best scorende team van de 96, die krijgt de Paul Sprengersbokaal. Van 96 teams, maar dat zijn allemaal verschillende... Ja, het gaat gewoon. Als je wint, krijg je 3 punten. Als je, ik weet het niet 100% precies, maar als je wint, krijg je 3 punten. Als je dan ook nog de einduitslag goed hebt, krijg je nog een keer 2 punten. En nou ja, dat telt elke week op en er komt een gemiddelde uit. En het team met de meeste punten, die wint. Okay. Ja. 8 jaar voorzitter. Gaan we kijken. Ja. Ben je niet bang dat je vastroest? Ja, daar moet je natuurlijk wel voor oppassen. Hè? Ja. Nee, daar zit wel wat in. Dus je moet het niet meer te lang doen. Het is hartstikke leuk hoor. Dat is niet alleen maar leuk, zo is het ook niet. Maar het is over het algemeen wel leuk. Het komt aardig wel bekijken, het is een behoorlijke klus. Ja, het is best een klusje, maar het is ook echt wel leuk. Ik ga graag op zondagmiddag bij de mannen kijken en op zaterdag bij de vrouwen. Dat is alleen al leuk. Ja. Maar als je zoveel leden hebt, is het bijna een dagtaak. Nou... Ja, dat kan natuurlijk niet, want het werkt ook gewoon. Maar we hebben wel binnen de club een aantal mensen in dienst die het werk overnemen, zeg maar. Dus gewoon professionals. We hebben een clubmanager voor 20 uur in dienst. We hebben een hoofd jeugdopleidingen voor 16 uur in dienst. Zo. Natuurlijk gewoon ook trainers. Maar die, met name die twee, die moeten zorgen voor het organisatorische deel. Ja. De enerzijds voor de organisatie en de andere voor de sportieve deel. Dus ja, daar kan je wel wat aan uitbesteden. Dat moet ook wel, want zo groot vinden wij althans, dat moet je managen. En daar moet je professionals voor hebben. Dat, maar je bent niet op zoek naar een opvolger nog? Langzaam maar zeker. Want 8 jaar is veel hoor. Ja, het voelt niet zo hoor. Nee. Ja, het is niet alleen die zondag en zaterdagmiddag. Nee, het is niet alleen de zondag en zaterdag. Het is ook een hobby. Ja, ik zeg altijd, wat doe je dan in je vrije tijd? Nou, dan ga je thuis voor de buis, ga je iets zitten kijken. Nou ja, dit is, je bent onder de mensen, je hebt een stem in dingen. Nee, thuis zitten ze natuurlijk ook niet al. Nee. Het is ook veel leuker om langs het veld precies, te staan. En, ja, langs het veld, maar ook s'avonds wel zo nu en dan dingen te organiseren. En, Nou, daar hoeft niet per se voorzitter voor te zijn. Nee, daar hoeft niet per se voorzitter voor te zijn. Nee, dat is waar. Dus, maar er is natuurlijk wel gewoon de afgelopen jaren, zeker onder jouw bewind, is er natuurlijk wel een soort van professionaliseringsslag ingeslagen door deze. Okay. Ja. Dus er is heel veel aandacht is, zeg maar, aan de onderbouw, dat daar gewoon een soort van opgeleide trainers voor staan.
er een gedachte is, dat er een filosofie is. En dat gaat zich op een gegeven moment gaat zich dat uitbetalen. Enerzijds in onze jeugdelftallen die steeds hoger gaan voetballen. En dan moeten er ook gewoon steeds betere talenten doorstromen naar het eerste elftal. En dan ga je zien dat het elftal natuurlijk omhoog gaat. Ja, dan moet hij natuurlijk wel op een gegeven moment moet hij natuurlijk ook nog eventjes meemaken. Ja, ja. Leiden jullie zelf ook trainers op, intern? Maar dan via de KNVB, met de KNVB. Ja, oké, dan gaan we in de KNVB. Ilias, jij bent jaren speler geweest van de eerste. Ja. Toen kreeg je opeens de trainingskriebel. Ben je je cursussen gaan volgen. Ja. Toen werd je trainer van de tweede, dat heb je gewoon 2 jaar gedaan. Ja. En dan door naar de eerste. Was het niet moeilijk om te stoppen met voetballen? Ja, absoluut, absoluut. Ik ben ook gewoon officieel ben nog steeds gestopt met voetballen. Dus ik ben nog steeds. Dus het zit gewoon in me en het is het allerleukste wat er is, gewoon is het voetballen zelf. Maar ik ben van jongs af aan ben ik altijd wel een type geweest dat veel praatte in het veld en communiceerde en een verlengstuk was voor de trainer. Dus het lag wel in de lijn der verwachting dat ik op een gegeven moment naar de trainerskant op ging. En nou ja, 3 jaar geleden ontstond zeg maar zo'n kans omdat desbetreffende toenmalige trainer wegging of naar een andere elftal toen volgens mij ging. En ontstond er een vacature en die wilde ik heel graag invullen en de club gaf me daar de kans voor. Ja, en dat ben ik toen gaan invullen. En dat resulteerde in het tweede jaar in promotie met de tweede helft naar de tweede klasse. Ja. Nou ja, en toen ging de trainer helaas, Erwin van der Zee, die deed heel goed bij DSS. Maar die had een ander plan, kon het niet trekken zeg maar, met zijn werk. Ja, toen stond er weer een vacature. En ik ben blij dat DSS dan gewoon eigenlijk jongens van de club de kans geeft. En dat is leuk. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja. Ik greep die kans met beide handen aan. Ik weet dat bijvoorbeeld bij HFC speelt het ook. Hè? Gert-Jan Tameres die heeft zijn papieren. De technische commissie, het bestuur wil het liefst dat Gert-Jan de trainer wordt. Maar Gert-Jan wil blijven voetballen. Hij doet het ook nog heel goed. Ja, fantastisch hoor. Het is nog steeds een Eredivisie niveau. Echt, als je dat ziet, hoe die een bal afschermt. Joh. Ja, nee, ik heb samen met hem op school gezeten. Dus, ik ken hem goed. Ja, ik ken hem zeker. Machtige gozer. Ik ben ook heel benieuwd wanneer hij stopt met voetballen. Ik zie hem voorlopig nog niet stoppen. Maar hij heeft natuurlijk gewoon, het is een type speler dat niet heel erg soort van op snelheid en op, het is gewoon een type speler op balbehendigheid, een bal kunnen aannemen, leiderstype, nou die kunnen het meestal wat langer volhouden dan de pijlsnelle spelers, die zijn op een gegeven moment, komt de sleet er een beetje in. En dan je ziet hem af en toe ballen geven, weet je, die van rechts achter naar links voor, dan komt precies het voetje, voor het voetje erin. Die vierde klas is natuurlijk een fenomeen, hè, voor Haarlem. Ik bedoel, wat daar aan derbies komt en aan prachtige wedstrijden en onvoorspelbare wedstrijden. Dat is natuurlijk heerlijk. Ja, absoluut, absoluut. Dus de ambitie ligt natuurlijk wel om te promoveren. Ja. Maar aan de andere kant is Haarlem ook wel leuk om tegen clubs uit Heemstede, SCA, HBC, onze gezellen, allemaal uit de regio, om ook tegen die te spelen natuurlijk. Ja. Het is een beetje hard nodig hè, dat jullie promoveren. Er zijn 2 eerste klasses in de hele regio. Ja, veel te weinig. Het verschil is veel te groot. Dus die ambitie is natuurlijk wel hoor. En wat Ilia schetst zojuist, dat is ook eigenlijk het onderdeel van het beleidsplan natuurlijk. Hè. Zorgen voor voldoende deskundigheid aan de onderkant. En op een gegeven moment gaat dat uitbetalen natuurlijk. Ja. Halen jullie spelers? Nee, dat is gewoon enerzijds zie je natuurlijk nog wel dat er misschien hier en daar onkostenvergoedingen tegenaan worden gegooid. Dat gebeurt bij ons niet en daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Aan de andere kant is DSS natuurlijk, het staat nog niet zeg maar, zo erg in de picture dat spelers daar heel graag komen voetballen. Aan de andere kant, hoe hebben wij dat ook helemaal niet nodig? Want we hebben natuurlijk een hele grote onderbouw. En als wij er gewoon voor zorgen, we zien natuurlijk nu nog wel, en daar kan denk ik Art ook over meepraten, dat we zeker in de jeugdhelftal onze beste spelertjes, die worden vaak weggetrokken. Naar clubs als Edo die er natuurlijk achteraan zitten en elders. Ja, en als je die op een gegeven moment binnenboord weet te houden en die kunnen doorstromen naar het eerste elftal, dan ga je op die manier eigenlijk gewoon het elftal omhoog leggen. Dat is dat je kunt realiseren, ja. Absoluut. Dat je dat kunt handhaven, dat is prachtig. En dan kan je op een gegeven moment zit je soort in een cirkel en die jongens die gaan dan op een gegeven moment weg. We hebben natuurlijk ook gewoon de afgelopen jaren hebben we natuurlijk geweldige voetballers voortgebracht. Een Dennis Greuter, een Koen Fokkema, een Zeno van Ooyen, zo kunnen we er nog wel meerdere noemen. Die zijn allemaal naar hoofdklassers, derde divisie, dat soort ploegen. En als die op een gegeven moment weer terugkomen, op wat oudere leeftijd, dan kunnen die ook zo'n soort van impuls geven. Ja, absoluut. Ja. En daar hopen wij op, althans. Ja. 100 jaar bijna. Wat zijn uw wensen? De wensen? Sportief natuurlijk, maar we zijn een club die niet alleen sportief iets wil betekenen, maar zeker ook recreatief. Die ook zichzelf ziet als een maatschappelijk instrument. Natuurlijk doen we dat alleen al door
te sporten met een heleboel mensen. Maar we proberen daar ook invulling aan te geven door initiatieven te ontplooien die iets maatschappelijks betekenen. Zo werken we nu samen met een reïntegratiebedrijf, waarbij moeilijk lerende jongeren in de omgeving en zeker bij ons op het sportpark werkervaring opdoen. En daarmee dus een baan. Leuk hoor. Nou, dat is wel heel goed. Ja, leuk hè. Ja. En volgens mijn laatste cijfers, ik weet het niet precies, maar ik geloof dat er iets van 8 nu, ik heb over een maandje of zo weer een evaluatiegesprek met ze. Iets van 8 zijn doorgestroomd naar een vaste baan. Dat is toch wel heel leuk, hè? Ja, dat is mooi, zeg. Dus je probeert ook iets maatschappelijks neer te zetten, zeg maar. Ik weet nog een leuk project voor volgend jaar, voor het jubileumjaar. Vertel eens. EHBO-cursus. Ja. Ja, dat ben jij. Er gaan 400 voetballers per jaar dood. Dat is toch maar we doen het al, hoor. We doen van ID-trainingen. Dit jaar hebben we we doen niet elk jaar. Ik geloof elke 2 jaar. Dit jaar heb ik hem zelf georganiseerd. Oh, wat leuk. Dit jaar, 2017 is dat dan natuurlijk. Dus we doen het wel met zeker regelmaat en de spullen zijn er. En dat houden we allemaal bij. Ook voldoende mensen die... die laatste, dat doen we dan met Honken Sobbas samen natuurlijk. Ja. Dat is één gebouw, of één. En dan waren er toch iets van 15 man die er... Dat is keurig. Ja, dat is niet zo slecht. Dus tijdens de meeste wedstrijden is er wel iemand aanwezig die het eventueel... Nou ja, er zijn natuurlijk altijd een heleboel mensen aanwezig waarvan je weet dat ze het hebben. En dat hoop je dan maar dat het goed gaat natuurlijk. Maar je hebt in ieder geval wel 15 mensen opgeleid. En als faciliteiten er zijn, dan ben je in ieder geval een hele. Ja, dat is dan wel geregeld. Iedereen weet waar de AED hangt. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, maar de meeste mensen die iets betekenen bij de club. Nee. Ik zeg altijd, het zijn er een stuk of 30 hè, die echt de kern van de club zijn. Ja. Misschien 40, die weten dat wel. Ja, je hebt natuurlijk heel veel ouders die op een zaterdagochtend binnenlopen. Die weten dat natuurlijk helemaal niet. Toen ik ouder was van een kind bij DSS, wist ik dat soort dingen natuurlijk ook allemaal niet. Ja, zo gaat dat. Ja. Ja. Ilias, bijna 100 jaar de club. Ja. Wensen. Wensen. Nou, derde klasse, Henny, dat zou even een... Zullen we nu afspreken dat gewoon voor elkaar komt? We gaan ons uiterste best doen. Absoluut. En bij de dames hoofdklasse, hè? Hoofdklasse. Nou, ja, we staan nummer 2 in de eerste klasse. Nou, moet kunnen dus. En dat kan ook. We zijn heel dichtbij. Ja, dan gaan we even gehoord, verder praten. Ik ben erg benieuwd. Ja. Beste mensen, u heeft het gehoord. De wensen zijn er. Of naar de derde klasse met de mannen, of naar de hoofdklasse met de dames. In ieder geval, 100 jaar zullen we volgend jaar zeker zijn. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer.